we gaan een oneindige ijsproducer maken. Hallo kijkers van TheDutchTerms, welkom bij een nieuwe video. We gaan weer verder vandaag met de kerncentrale. We zijn al goed onderweg, we hebben een nucleaire reactor, we hebben 2 reactor chambers en we hoeven er nog maar 4 bij. En daarna moeten we nog een aantal andere items maken en dan hebben wij gewoon een kerncentrale. Dan gaan we hem neerzetten en dan laten we hem niet ontploffen, natuurlijk. Dus, in ieder geval, ik moet nog een aantal van deze hebben. We hebben er hier 4, zoals je hier ziet. Nou hebben we er in totaal 12 nodig. Ja, 12 om precies te zijn. Dat betekent dus dat we 12 van deze geweldige Advanced Alloy dingen hier neerzetten. Dan moeten we daar omheen ook 12 van elk neerzetten, natuurlijk. Even kijken, 12, 1, 2, 3 en 12. Oké, dat klopt. Dan hiervan 6 erbij. En dan hebben wij er genoeg. En er zit ook een hele inventory vol, dus komt goed uit. Eigenlijk moeten we er nog wel wat meer hebben. We moeten er nog 4 bij hebben. En er is een reden voor. En dat is omdat, misschien dat je het al onthouden van de vorige episode. We moeten ook nog die heat dispersers maken. En die hebben elk weer 4 of 1 nodig. Dus dan moeten we er dus 4 hebben in totaal. Even kijken. Dan gaan we naar de reactor chamber. We moeten deze dus maken. En dan moeten we ook weer wat coolant cells hebben. Nou, ik zal ze alvast klaarzetten in de crafting table. Dan zetten we ook de advanced circuits erbij. En natuurlijk de copper. Want die moet in de hoekjes staan. En dan moeten we verder nog die coolant cells hebben. Nou, die coolant cells die gaan een beetje sloom. En dat is een beetje jammer. En nee, ik wil niet slapen. Oh, en dan heeft hij me ook een home gezet. Dat is niet zo fijn. Maar ja. Oké, dus. We moeten hier 2 coolant cells bij doen. En dan hebben we Integrated Heat Disperser. Dan ga ik deze nog even uithalen. Het kost echt gewoon enorm veel tijd om hier te wachten. What the fuck? Even kijken hoor. Hij gooit de cobblestone niet meer in de lava. Nou ja, dit systeempje is ook niet echt het beste systeem. Het is hier een beetje een rotzootje. Met kabels en al die andere zooi. Dus dat kunnen we ooit misschien nog een keertje wat mooier maken. Want er moet gewoon veranderingen komen. Want het is nu echt één dikke rotzooi. Oké, dus we moeten er nog 4 bij. Nog heel even geduld hebben. Dan ga ik eerst even wat dingen dumpen. Want dan hebben we weer wat meer plek in inventory. Die wil ik wel afhouden. Oké, dus nog 2 erbij. Nou, er zitten al 4 overclocker upgrades in de extractor, dus sneller gaat die helaas niet worden. Oké. En there we go. Awesome. Oké, dan zetten we die dus hierin. En dan hebben we nog een integrated heat disperser en dan nog eentje erbij. Oh, wacht eens even. Nu mis ik weer zo'n ding, natuurlijk. Oké, dus nu hebben we er 4 gemaakt. Meer hebben we er niet nodig. Want als het goed is kunnen we nu alle reactor chambers maken. En dan is het enige wat ik nog kan gebruiken is veel refined iron. Want met al die refined iron moet ik de machinebox gaan maken. En daar heb ik dus ook 4 van nodig. Dus aan 33 refined iron hebben wij genoeg. Zo. En dan zetten we die even daar neer. Dan kan ik ze in 1 keer maken. Dan doen we deze in het midden. Deze moeten er allemaal omheen. Dan haal ik dit allemaal eruit, want dan kunnen we deze erin dumpen. Want ja, er ligt hier ook, net als in mijn inventory altijd, er ligt hier zoveel spul in. Dat we gewoon niet eens meer gebruiken, dus waarom zouden we het hierin laten liggen? Deze bovenaan. Dan moeten we in de hoekjes volgens mij dit doen. En ja, dat klopt, dus dat is mooi. En dan hebben wij nu 6 reactor chambers. Nou ja, dan zal ik jullie gaan laten zien hoe je deze dingen neerzet. Want nou, je hebt nu een nucleaire reactor en je hebt een reactor chamber. Wat doe je daar nou mee? Dat vraag je misschien af. Ik heb het al best wel vaak eerder laten zien. Ik heb op mijn eigen town heb ik al een kerncentrale gebouwd. En ik heb al een keer een tech tutorial gedaan. Maar ja, het is altijd handig om nog een keer te laten zien. Dus wat je doet, is je begint met het plaatsen van de core. Dus dat is de nucleaire reactor. Die zet je in het midden. En daaromheen, aan elke zijde, moet je 1 reactor chamber zetten. Dus onderaan, bovenaan en aan alle zijkanten. En als je dan rechtermuisknop doet, dan zie je een heel groot vlak. In dit vlak ga jij alle uranium stoppen en al je koeling. Ja, die koeling dat kun je doen door middel van ijs of coolant cells, hoe je dat ook maar wilt doen. Maar wij gaan ijs gebruiken. Dus wat we gaan doen is, we gaan een oneindige ijsproducer maken die automatisch de kerncentrale gaat bijvullen. Nou, er is nog een ander item dat ik moet hebben. En nu ben ik even de naam ervan vergeten. Dus ik moet even kijken of ik hem zo 1, 2, 3 kan vinden. Dat is namelijk een item. En dat is deze. De Thermal Monitor. Wat die gaat doen. Is die gaat onze kerncentrale uitzetten als hij te warm wordt. Dus dat ding is heel simpel om te maken. Je hoeft hem alleen maar aansluiten met wat redstone. En als onze kerncentrale te warm wordt, dan gaat die gewoon uit. Want als hij te warm wordt, dan heb je natuurlijk explosiegevaar. En wij willen niet dat ons hele ding gaat ontploffen. En ik denk dat het wel veilig is met al die reinforced stone die we hebben. Maar alsnog, je weet maar nooit. En volgens mij moet ik reinforced stone, ja, reinforced glass hier gebruiken. Niet gewoon glas dus. Nou ja, reinforced glass is ook helemaal niet lastig om te maken. Want het is eigenlijk gewoon Advanced Alloy. Met wat glas. Dus dit is gewoon glas. Dit is Advanced Alloy. En je kunt het op twee manieren maken. Je kunt het zo maken. Dus dan maak je een H-vorm van glas. En de rest vul je op met Advanced Alloy. Of je kunt een I-vorm maken van glas. En daarna alsnog de rest opvullen met Advanced Alloy. Hoe je het ook doet. Je hebt altijd je reinforced glass wel. Dus die reinforced glass die gaat hier omheen. En dan hebben wij een thermal monitor. En dan gaan we hem gelijk even erop plakken. Dan hoeven we die ook niet meer in mijn inventory te houden. En dat we weer wat nieuwe glowstone dust hebben. Ja, zo. Anders dan kan ik natuurlijk niet vliegen. Oké, nou ja, dit ding dit plak je er gewoon op. Maakt niet uit waar je het erop plakt. Als je maar vanaf daar straks een redstone circuitje kan aanleggen naar de kerncentrale. Gewoon vanuit de kerncentrale naar de heat dinges. En we zetten hem nu op 500. Dus als hij boven de 500 gaat, zet hij zichzelf uit. Nou ja, super handig natuurlijk. Oh ja, dat was iets waar ik achter was gekomen. Dat is heel erg raar. Ik heb nu natuurlijk Quantum Suit Boots. En ik vroeg me af, waarom kan ik nou niet snel rennen en hoog springen? Want normaal kun je dat met Quantum Suit Boots. Dus waar ik ben achtergekomen is dat ik gewoon... als ik op Ctrl klik en spring, dan spring ik hoog. Nou, Ctrl is natuurlijk ook de zoom in button. Maar als ik gewoon spring, terwijl ik Ctrl ingedrukt houd, dan spring ik super hoog. Ja, gewoon even grappig. Ook al heb ik er niet super veel aan, want ik kan gewoon lekker vliegen. Oké, dus wat we nu gaan maken, dat zijn een condenser, eigenlijk. Misschien kunnen we deze ook wel jatten, want volgens mij... ja, ik weet niet of dit ding nog veel gebruikt wordt. Volgens mij levert dit echt gewoon helemaal niks qua energie op. Om eerlijk te zijn. Nou ja, we maken wel gewoon een nieuwe, want ik heb toevallig, volgens mij, ja dat klopt, nee dat is een alchemical chest. Ik dacht dat ik er nog eentje in mijn inventory had zitten, gewoon een condenser, maar blijkbaar is het een alchemical chest. Maar ja, hoe dan ook, die kunnen we condensen. En dat betekent dat we van deze een condenser kunnen maken, dus dat komt helemaal goed. Zo en zo. Oké, dan stop ik er eentje terug in mijn alchemy bag. En van die ander maken we een condenser. En het enige wat we daarvoor nodig hebben is... zijn diamonds en obsidian. Moet ik even naar zoeken. Want, ik weet niet of we dat hebben. Dat gebruiken we niet super vaak. Ik zie geen obsidian hier. Anders moet ik het eventueel nog even maken. Maar ik zal ook wel even mijn alchemy pack checken. Ah, hier zit obsidian. 1, 2, 3, 4 obsidian hebben we nodig. Oké, en dan hebben we... Ja, gaan we weer gewoon in de crafting bench. Oké, 4 obsidian, 4 diamonds en een alchemical chest. Wat ik dan nog even wil doen, ik wil deze even condensen. Want stel dat ik ooit weer een condenser nodig heb. Dan heb ik er gewoon eentje in mijn alchemical of alchemy bag zitten. Oké, dus we hebben de condenser gemaakt. En wat we dan nu nog moeten hebben is... zijn 1 of 2 energy collectors. Ik hou het vaak bij 1. Die dingen zijn toch super makkelijk te maken, dus je kunt er ook gewoon gelijk 2 doen. Pardon. Wat je nodig hebt, glowstone dust. Daar gaan we dan echt gewoon glowstone blocks van maken. Een diamond blok, van een aantal diamond blocks. Ligt aan hoeveel je er wil maken. Ik ga er gewoon 2 maken. Oh, en wat zag ik daar nou net? We hebben hier ook gewoon energy condensers liggen, dus ik had er niet 1 hoeven te maken eigenlijk. En hier hebben we ook een furnace liggen, dat heb ik ook nodig. Ja, en nog even wat cobblestone om nog een furnace te maken. Dus eerst gaan we nog een furnace maken. Zo. Die furnaces gaan in het midden. Ik bedoel onderaan. Daarboven de blok of diamonds, die moeten in het midden. Dan moeten we eigenlijk eerst even glowstone blocks maken. Zo. Oh ja. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, zoiets. 15 is vast wel oké. De rest wil ik eigenlijk even terug hebben. Dus, die glowstone blocks die gaan aan de zijkant. En we hebben er dus 2 nodig, dus we doen er aan alle kanten 2. En bovenaan is het enige wat we hoeven te plaatsen glas. Dan hebben we 2 energy collectors. Dan moet ik nog even ijs hebben. En hoe we dat krijgen is, waarom doe ik alchemie? Ijs. Je kunt het natuurlijk met Silk Touch pickaxe gaan fixen, maar je kunt ook gewoon een snowball en een compressor doen. Maar volgens mij kon je ook een coolant cell. Iets met een coolant cell in de compressor stoppen en dan kreeg je als het goed is ook ijs. Dan weet ik niet of het compressor was of deze. Kan ook wel extractor zijn, we zullen het zien. Wat gaat dit worden? Nee, dan wordt dit een hydration cell, dat is niet de bedoeling. Dan moeten we weer even een coolant cell maken. Deze die kunnen we weg. Zo, 1 coolant cell en die in de compressor. En als het goed is wordt het dan ijs, ik weet het niet zeker. Nee, niet de compressor. Macerator, ook niet de Macerator. Ik weet niet, er was iets met coolant cells, maar het kan ook wel water cells zijn trouwens. Dat als je die ergens instopt, dat het dan verandert in... Ah, ja, het is dus waarschijnlijk de water cell. En als het goed is, hoort die dan nu in ijs te veranderen. En dan stoppen we dat ijs in de condenser en ja, je weet wel. Dus, nog heel veel geduld. Want hier zitten niet overklokkers in, dus dat ding gaat nog niet super snel. En we hebben een snowball. En dan met die snowball konden we natuurlijk die in de compressor stoppen. En dan krijgen we wel ijs. Daar wil ik niet zo lang wachten, dus we doen de overklokkers erin. Zo. En dan is het zo klaar. Oké, dus dit ga ik ook alvast neerzetten. En nou, je moet natuurlijk je ijs de kerncentrale in kunnen pompen. En daar ga je een filter voor gebruiken met wat pipes. Maar ja, dat... komt later nog wel. Eerst even dit neerzetten. Zo. En dan zetten we een blok ijs in. En dan zie je dat we oneindig ijs gaan krijgen. Waarom heb ik hier een redmatter blok trouwens? Nou, zo. En we hebben genoeg ijs voor altijd. Nou ja, daarbij ga ik deze episode afsluiten. Vergeet te abonneren op Wertyuipo Games en de TheDutchTerms. En een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie weer in de volgende Tech episode. Yo!